Waar waren we ook alweer gebleven? We zijn vorige keer waren we in Hongarije en we zagen daar de opstand tegen het communisme. En het communisme verloor steeds meer aanhang in Europa en het Oostblok ging verdwijnen. En we zagen dus eigenlijk een beetje de voorgeschiedenis van de opkomst van het IJzeren Gordijn. En we gaan nu kijken naar een zeer belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Europa. En dat is namelijk wat er in Berlijn gebeurde. En daar werd een muur opgericht. En we gaan naar het jaar 1961. Het ziet er nu allemaal vredig uit. En er woonden in die tijd twee vriendinnen in Berlijn. En ze zijn nog steeds vriendinnen. En we gaan vragen aan hun wat ze voor herinneringen hebben aan die tijd, aan het jaar 1961, toen de muur werd opgericht. Ja, ik ben Suzanne Davids. Ik ben Beb Stekelthee. En ik heb mijn vriendin Beb Stekelthee op visite. Ja. Ja. Er zijn gelukkig nog oude filmbeelden van de tijd van dat wij in Berlijn woonden. Ja. Hebben? Ja. En jij woonde in het ene gedeelte van Berlijn en ik woonde in het andere gedeelte. Andere gedeelte van Berlijn. We gaan terug naar 1961. Nee. Suzanne woonde in de Korfürstenstrasse. En bij haar op bezoek kwam Suzanne daar, kwam Beb Stekelthee. En op een gegeven ogenblik kon dat niet meer. We gaan terug naar die dagen van toen. Ja. Hey Beb. Ja. Zie jij ook allerlei dingen gebeuren in de stad? Ja. Waar zou dat dan allemaal, dat zou dat toch allemaal gaan gebeuren? We hebben de oorlog achter de rug. We zijn er allebei in de 60. We hebben al zoveel meegemaakt. Wat gaan we nou nog meer meemaken? Ik weet het niet. Pring. Ach, doe jij even open. Hallo. Hallo Klaus. Hallo. Klaus, hoe gaat het met jou? Ja, dat gaat allemaal goed. Ik heb een lekker reisje achter de boeg. We hebben een koesje gemaakt. Ja, ik hoorde van Beb dat jij verliefd bent op een Nederlandse prinses, is dat zo? Ja, dat is gebeurd. Hoe heet ze? Is het Margriet? Is het Irene? Nee, is het Marijke? Het is Bea geworden. Is het Beatrix zelf? Het is Bea zelf geworden, ja. En hoe reageert ze op jou? Ja, het is wonderschön. Wonderschön. Maar ze heeft zich helemaal ook met mij verenigd. Ze heeft mij helemaal aangenomen als haar nieuwe partner. Ik heb geweldige steun gehad van haar. Natuurlijk van alle kanten, natuurlijk van het Koninkrijk. Wat wonderlijk, want haar moeder, ik heb heel veel aan haar te danken, Juliana, is getrouwd met een Duitser. En nu valt Beatrix ook op een Duitser. Ja. Dat is zoiets typisch. Ja, we zijn gewoon elkaar verbonden. Maar jij hebt toch bij de SS gezeten? Nee, daar wil ik hier niet over gaan praten, in het openbaar, sorry. Ik vind het niet leuk wat hier gebeurt nou. Ik heb hier niets mee te maken. Ik laat mijn ervaring wel uitkomen, ja? Ja, ach, ja, we moeten het verleden maar laten rusten. Nee, ik vind het niet leuk wat hier gebeurt ineens. Dat vind ik niet leuk, nee. Ik had hier niet op gerekend. Ach,
We kunnen toch... Ik bereid mij voor op zaken, maar dit is niet met mij over gesproken. We kunnen toch gewoon vrienden blijven? Nee, ik vind het niet gezellig meer.